zoekt je personeelschef op en vraagt hem om een loonsverhoging. Stel dat je personeelschef in zijn bureau zou zijn. Dan zou je aankloppen en wachten op zijn antwoord. Laten we nu aannemen dat je personeelschef niet in zijn bureau zou zijn. In dat geval wacht je in de gang op de terugkomst van je personeelschef. Zegt hij binnen, ofwel zegt hij niet binnen. Als hij binnen zegt, dan ga je naar binnen. Zeven jaar geleden zijn we eigenlijk gestart in de tuin van de kardinaal. We zijn de kardinaal Leonard en wij repeteerden en we speelden in de kapel daar, wat dan nog eigendom was, ik denk van het bisdom. En zo is die namelijke Leo gekomen. Ontspan je dan en leg hem je probleem uit. Laten we nu aannemen dat je personeelschef rode vlekken in zijn gezicht heeft. Bel de 112. Sluit je personeelschef op gedurende 40 dagen in zijn bureau. Wij hebben ons kandidaat gesteld voor het landjuweel. En dan komt er een jury kijken. En wij zijn geselecteerd door de jury om hier te mogen spelen vanavond. Het stuk gaat over een kantoorbediende die loonsverhoging wil vragen. Die bediende overloopt alle mogelijkheden die hij heeft om aan loonsverhoging te geraken. De personeelschef is onbereikbaar, het moment is slecht gekozen, de personeelschef is ziek, de personeelschef is dood. Er gebeurt altijd iets zodanig dat een loonsverhoging onmogelijk lijkt te zijn. We hebben dat geprobeerd om dat te veruiterlijken, dus de spelers stappen, lopen op den duur en zijn kapot op het einde zonder loonsverhoging. Jij durft je te beklagen terwijl je een auto, een afwasmachine en een iPhone bezit. Maak dat je wegkomt, oplichter! Je zit tegenover je personeelschef. Ontspan je, haal diep adem en poets je brilglazen. Te zorgen als vader over de kosten van de kinderfeestjes. Die zaken komen natuurlijk allemaal hard aan. Je werkprestaties helaas niet toelaten om jouw vraag naar loonsverhoging in overweging te nemen. Wij zijn wat een samengesteld groepje, wat vriendengroepjes die samengegooid zijn omdat we graag aan theater wilden doen en onze weg niet vonden in het Mechelse aanbod. En daarmee hebben we gezegd, oké, dan stampen we zelf iets uit de grond. En bij het buitengaan van het bureau vergeet je niet de deuren achter je dicht te trekken. Want anders stokt het. Dank u wel. Morgen legt hij je zaak voor aan de voltallige raad van bestuur en hij heeft je beloofd dat bij de eerstvolgende uitreiking van arbeidsmedailles dat jij zal worden gedecoreerd met de medaille van de arbeid. Om niet achterwege te blijven, besluit je op de dag van je promotie een grote receptie te geven. De directe gevolgen van deze feestelijkheden wegen erg zwaar door op je budget. Om aan deze nieuwe wetsmatigheden het hoofd te kunnen bieden, besluit je enkele dagen later opnieuw je personeelschef op te zoeken. Ik denk dat echt de bedoeling is om u als theatergezelschap een beetje in de kijker te zetten en daardoor een boost te krijgen, dat publiek te verruimen. Kijk, de dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn. En tenslotte, we moeten gewoon loonsverhoging. Hier spelen is de prijs. En wij krijgen ook een kleine gage. Dat is wel leuk.